Een gevaarlijk Russisch besluit dat op 26 oktober 2023 een bedreiging kan vormen voor Washington en Europese landen. Eén Rusland kondigde op woensdag 26 oktober 2023 zijn terugtrekking uit het kernstopverdrag aan na definitieve ratificatie door het huis van afgevaardigden, Duma, om de pariteit op het gebied van kernwapens te herstellen, tegen de achtergrond van de conflict in Oekraïne en de crisis met het Westen. Al dus een verklaring gepubliceerd door de Duma. De Rus. 2. Het besluit van de Russische Duma, dat unaniem werd goedgekeurd met 156 stemmen, wat de weg vrijmaakte voor de ondertekening ervan door de Russische president, viel samen met de aankondiging door minister van Defensie Sergei Shoigu dat Moskou zijn strijdkrachten zou trainen om een massale nucleaire aanval uit te voeren als reactie op een potentiële vijandige aanval. Drie deze manoeuvres omvatten de lancering van ballistische raketten en de lancering van lange afstandskruisraketten door TU-95MS-vliegtuigen, aldus het Russische RIA Novosti-agentschap. Vier het Kremlin zei, deze manoeuvres, in aanwezigheid en toezicht van de Russische president Vladimir Poetin, waren getuigen van training om een massale nucleaire aanval te lanceren door de strategische offensieve krachten als reactie op een vijandige nucleaire aanval. Volgens wat Interfax rapporteerde. De Russische televisie zond een videoclip uit waarin Poetin na deze manoeuvres luisterde naar het rapport van zijn minister van Defensie, Sergei Shoigu, en de stafchef, Valery Gerasimov. Redenen voor de Russische terugtrekking uit het verdrag. Verbod op kernproeven. Het Russische besluit om zich terug te trekken uit het verdrag kwam als reactie op. 1. De onverantwoordelijke houding van de Verenigde Staten ten aanzien van het handhaven van de mondiale veiligheid, volgens de voorzitter van de Raad, Viagerslav Volodin. Omdat Washington het helemaal niet eens was met de tekst. 2. Sinds het begin van het conflict in Oekraïne op 24 februari 2022 heeft Poetin een aantal standpunten ingenomen over het gebruik van kernwapens en de inzet van tactische kernwapens in Wit-Rusland, zijn nauwste bondgenoot, in de zomer van 2023. 3. Het besluit kwam nadat Rusland afgelopen februari zijn deelname aan het nieuwe startverdrag voor kernontwapening, ondertekend tussen Rusland en de Verenigde Staten in 2010, had opgeschort, wat de laatste bilaterale overeenkomst is tussen Moskou en Washington. 4. Rusland is van mening dat het geen andere keuze heeft dan het standpunt van Washington over kernproeven te volgen. Zo blijkt uit eerdere verklaringen van de Russische vice minister van buitenlandse zaken Sergei Riabkov. Wat is het kernstopverdrag? 1. Het alomvattend kernstopverdrag, gesloten in 1996, verbiedt alle kernproefexplosies, ongeacht of deze voor militaire doeleinden of anderszins zijn bedoeld, zelfs voor vreedzaam gebruik. 2187 landen ondertekenden het verdrag en 178 landen ratificeerden het in hun parlementen. Van de negen landen die kernwapens bezitten, hebben Groot-Brittannië, Frankrijk en Rusland het verdrag ondertekend en geratificeerd. Vier maar de Verenigde Staten, Israël en China hebben het verdrag alleen ondertekend zonder het te ratificeren. Vijf terwijl India, Pakistan en Noord-Korea het verdrag nog niet hebben ondertekend of geratificeerd. Wat zijn de gevolgen van de Russische terugtrekking? 1. Deze stap geeft Rusland juridische dekking om kernproeven uit te voeren, als het dat wil. 2. Het kan de kans vergroten dat Rusland in de nabije toekomst een kernproef zal uitvoeren. 3. Volgens sommige veiligheidsanalisten zouden kernproeven het voor Rusland een optie kunnen maken als zijn fortuin verslechtert in de oorlog in Oekraïne. Belangrijke aantekeningen. 1. Het verdrag in zaken een verbod op kernproeven is nog niet juridisch in werking getreden, en dit zal niet gebeuren totdat het is ondertekend en geratificeerd door 44 specifieke landen, waaronder de 9 landen die kernwapens bezitten, en 35 andere landen die over nucleaire capaciteiten en nucleaire onderzoeksreactoren beschikken. 2. Rusland heeft het volste recht om zich uit dat verdrag terug te trekken als er bedreigingen zijn voor zijn belangen en nationale veiligheid. Drie, zowel India als Pakistan, weigerden het verdrag te ratificeren omdat de meeste observatiestations zich op het grondgebied van Amerikaanse bondgenoten bevinden.